Maar ja, op visite gaan, dat is er nou ook niet bij. Nee, want iedereen is bang van blijf bij mij maar weg hoor. Nou, kom op zeg. Kom op. Niet zo bang zijn. Nee, vind ik nergens nodig. Die is ook open. En wat staat erin? Niet meer dan 2 klanten samen naar binnen, SVP. Ja? Jij mag ook niet naar binnen. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag 17 maart. En we leven om 9 uur 51. Ik ga nu nog een broodje voor mij klaarmaken. Maar ik ben al met Rijka eruit geweest. De dieren hebben al eten gehad. En ik had Rijka laten weer eens staan. Eeuwen loopt er ook net weer bij weg. Dus dat kan ik zo weer oprapen. Nou ja, en ik moet nog. En dan is het te wachten op Astrid Pijnakker. Die is niet Astrid van der Wal die hier al wel eens eet. Nee, want dat is ook minder geworden en door omstandigheden. Zie ik haar minder. Maar ja, wie weet komt dat ooit weer goed. Dat weet ik niet. Maar ze heeft nu de zorgen elders. En momenteel zijn er heel veel zorgen, enkel niet voor mij. Nee, Nederland ligt plat en iedereen maakt zich sappel en druk en veel zorgen. En ik ben de kalmheid zelf, maar ik ben niet de enige die kalm blijft en doet wat ze doen moet. Er zijn veel mensen meer. Ook zag ik er net nog een moedertje met een kindje voorop en een kindje achterop. Gewoon normaal, zoals alle dagen, zoals het behoort. Ja, geen manddoekjes, niks. Nee, is niet nodig. En waar ze naartoe ging, weet ik ook niet. Dat ga je niet vragen. Het was een vreemde vrouw, dus ja. Het was goedemorgen, meer niet. De bouw gaat gewoon door, dus ja. Niks. Ja, de winkels die zijn hier wat meer gesloten. Dus ja, in de stad is niet veel te beleven nu. Dat zal lekker rustig zijn, maar ja, dat zullen we wel beleven. Ik denk dat ik misschien vanmiddag eventjes op de booster door de stad heen, Jok met Rijka. En die even lekker meeneem. Even weer, even op de booster moet ze toch ook blijven volhouden om dat daarop te blijven zitten. Dus, nou, een hele tijd is het er niet meer op geweest, dus dat wordt wel weer tijd dat even gebeurt. Maar ja, op visite gaan, dat is er nou ook niet bij. Nee, want iedereen is bang van blijf bij mij maar weg hoor. Nou, kom op zeg. Kom op. Niet zo bang zijn. Nee, vind ik nergens nodig. Als je gezond bent, dat je niks mankeert. Nee, ik mankeer dan wel, want ik heb COPD. Maar ik ben nog steeds niet ziek, dus ja. Ik weet het niet. Het zal aan mij liggen, maar ik voel me gezond. Ik mankeer lekker. Ja, enkel, ik heb weer gelopen, dus dan weet je het wel weer. Ik heb weer even pijn in mijn rug, maar dat zakt wel weer. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken. Dat was even een jeuk in mijn oor. Ik ga een bakje koffie maken en een broodje. En ik wens jullie welkom bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En ik moet de camera vandaag leggen, want ik heb niks meer te doen op de computer. Ja, en er staat nog maar één filmpje op voor vandaag. Die komt vandaag online. Die heeft de hele nacht aan het werk geweest, dus dan weet je het. De hele nacht heeft hij bij 2 aangestaan, alleen voor dat filmpje, ja. Dat was het vervolg, ja. Maar ja, oké, ik moet dus dat doen en dan weet je het, ja. En er staat nog eventjes op deze camera, dat heeft Karin gedaan, die is met deze bezig geweest, met die GoPro. Want de resolutie stond te hoog, zei ze. Nou, oké, kan. Ik geef verstand van hebben. En nou heb ik, hoe heet ze daar, een filmpje of foto's van gemaakt. Ik zal het zien en ik zal kijken of dat wel wil. En dan maak ik gewoon even een filmpje van, maar ik zet het niet online. En dan kijken of die wel in deze nieuwe videopad wil. Ja. Maar dat merken we dan wel weer. Voor nu zeg ik. Geniet van de dag, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw.
Niet echt, er hangt een soort sluierbewolking waar de zon wel doorheen komt. Ja, laten we het zo maar even benoemen. Dus ja, geniet ervan. Doe leuke dingen met je kinderen. En als je tenminste niet werken hoeft, dat je niks kan, dat alles plat ligt. Nou ja, dan kan je dan mooi eventjes met de kinderen er nog buiten. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, Astrid die is alweer een kleine 20 minuten tot een half uurtje de deur uit. Rijka die ligt lekker op de bank te slapen. Men die ligt een beetje te dromen, want de ogen die knipperen weer in het lijf, die dat schokt. En meneertje Kandorf ligt in de vensterbank te slapen van de keuken, dus dat is ook helemaal fijn. En Eeuwen ligt op haar troon in de stoel achter mij. Daar kunnen we net zien liggen. Ja, lekker rustig, heerlijk. En daar geniet ik van. Ja, ik zou even met Rijka op de booster nog even weg. Maar ik ga eerst even deze camera tot zover leeghaal op vandaag na. En dan probeer ik weer even in elkaar te zetten. Dan hoop ik dat dat een beetje vlugger zal gaan dan het afgelopen nacht is geweest, want hij heeft de hele nacht staan te draaien, die computer. Ja, niet leuk. Maar oké, kan ik er ook niks aan doen. Het is nou helemaal zo. En zolang wij hier nog naar buiten mogen en geen bekeuring van 3000 euro boete krijgen zoals in Spanje, ga ik nog naar buiten. Ja, probeer ik er nog van te genieten. Samen met mijn hondje, Rijka. Hé, meisje? Ja, het waait ook wel harder dan het gisteren deed. Moet je gewoon tegenaan kleden. Ja, het is ook niet zo warm dan gisteren. Gisteren was het vele malen beter qua temperatuur dan het nu is. En het zonnetje, het schijnt heel schier. Je moet je ogen zo wat dichtknijpen, weet je wel. Dat doet gewoon zeer aan je ogen. Maar ja, kan je niks doen. Het is nou eenmaal zo. En we gaan gewoon door met die banaan. En ik zal de camera leeghalen tot zover. En ik zal er eentje proberen in elkaar te zetten. En dan zien we het wel weer wat de middag ons nog brengen gaat. Het is 10:50. Op die klok, zo kijken. Ja, 11:58 is het dus. Die klok loopt weer eens een keer achter. Nou ja, ik denk dat ik er ook geen batterij meer in doe. En dat die gewoon voor de zierde blijft hangen. Want je kijkt er toch dan op, hè. Die loopt aardig nou gelijk. Die hek tot zover eindelijk bijna gelijk lopen. Dat hij, hij is 1 of 2 minuten achter. Nou, dat moet kunnen voor zo'n klok. Ja, die steeds met die kettingen op moet trekken. Nee, ik weet niet zeker. Wachten we af. Ik hou hem in de gaten met de computer. Kijken wat hij dan doet. Nou, zo te zien, hij loopt toch eigenlijk aardig goed. Nou, dat vind ik netjes van mezelf. Ik heb het toch zelf gefixt. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Probeer ook nog zoveel mogelijk eruit te gaan als je in Nederland woont. Enkel blijf zoveel 1,5 meter tot 2 meter bij een ander vandaan. Goed zo met zwaaien, want dat maakt dan niet uit. Maar als jij hoest en niest in je elleboogholte en je geeft daarna een ander een begroeting met je elleboog, dan is jouw arm al besmet door jou en dan komt die andere persoon met zijn elleboog. Dan besmet je toch door even goed. Dus het moet niet. Je kan gewoon beter zwaaien van... Hey, hallo, hoe gaat het? Gaat het goed? Ben je nog gezond? Mooi, toppie. Nou, geweldig. Andere keer als alles weer voorbij is, komen we weer gauw bij je op te zitten. Zo kun je het doen, ja. Ja, en... je kan geen terrasje pikken. Alles is gesloten. Kan er ook niks aan doen. Nou ja, oké, lieve vrienden. Probeer ervan te genieten. Doe ik ook. Ja, niet geschoten is altijd mis. Kijk, en hij heeft het nou 12 uur en de computer 11:59.
Mijn horloge heeft het ook 12. Dat is perfect, toch? Ja, beter dan in de computer nog steeds 11:59. Nou, 12 uur, nou. Toppie! Geweldig, toch? Helemaal goed. Niks meer aan doen. Dan denk ik maar optrekken, die kettingen. En dat moet één keer in de week. Dus ja, midden weekend altijd. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn vest alweer dicht gedaan. Ik doe mijn sjaal om, mijn jas aan. En dan ga ik weer lopen met Rijka. Ze zit de weg even op te poetsen. En ik neem deze camera mee. Dan zal ik laten zien hoe leeg het hier al op de straten is. Ja, oftewel in de straten. Even een stukje centrum. Dus ja, ik laat het jullie eventjes zien. Dan weten jullie ook hoe het hier al... Hoe het hier is met de corona. Corona, ja. Niet leuk, nee. Maar ja, we gaan gewoon door. Ja hoor. Moet. We moeten doorgaan met ons allen. En kijk om je heen of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Probeer ik ook althans. Maar ja, niet lukt. De mensen zijn hier ook een beetje op zichzelf. In deze buurt. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dan is het ieder voor zich, maar oké. Als je maar wel goed en leuk een beetje met elkaar om kan gaan, dan is alles oké. Ik zou zeggen, tot zo meteen maar weer en geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, daar staat Rijka. En die staat voor een pand van een of andere bank. En dan hebben we dit bericht op. Ja! Sorry voor een dichte deur. Nou ja, en alles is eigenlijk dicht. Het café daar aan de overkant. Moet je wel meelopen, dame. Ik moet ook met één hand sturen. Subway is gesloten. Maar ik zie toch een terrasje staan. Een deurtje verder. Die is ook open. En wat staat erin? Niet meer dan 2 klanten samen naar binnen, SVP. Ja? Jij mag ook niet naar binnen. En dit is van de ijssalon, het paradijs. Maak ik nog reclame ook en ik word er niet eens voor gesponsord. Potverdikkie. Gaat weer niet door. Maar oké, wij gaan weer door. Rijka binnenkant. Oh. Nou, eens kijken wat Rijka in er eentje gaat doen. Rijka. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Rijka. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Goed zo, grote meid. Nou, volg. Nou, wat staat hier op? Nou, die is gewoon gesloten, simpel. Normaal zijn ze tot 22 uur open. Maar ze zijn gesloten. Vanwege het coronavirus. Nou, Subway is wel open zo te zien, maar ook zoveel klanten per keer geloof ik. Er zit wel daar een terrasje, zie ik. Mijn rollator die wil niet. Oh jee, Rijka, je loopt aan de verkeerde kant. Achterlangs. Goed zo. Daar behoor je. Ja. De kledingwinkel is ook open. Daar hebben we een terrasje, dus dat is ook open. Dit is wel even moeilijk met rijden.
voor jou en onze gezondheid. Gaan we hier even kijken. Ja, meekomen. Ja, ja, ook dicht. Ben een vlogster. Ik ben een vlogster. En dus ja. Helaas ben ik af. Zo. Kijken of er nog meer is. Daar hangt ook briefjes op. De deuren. Nou. En toch mensen genoeg op straat nog. Multifly, nou die was gisteren ook open. Daar mochten er ook maar 2 klanten naar binnen. En de rijkheid loopt weer aan de verkeerde kant. Verkeerde kant. Dus ja, het is hier heel lang stil. Het is bijna ook allemaal gesloten. Op YouTube. Corine met IE en de beestenbroel. Oké. Pieskasten is open. Maar ja, dat zal er wel... Oh, Van der Lem is ook open. Die was gisteren gesloten. Nou ja, oké dan. Oké dan. Niet trekken, Rijka. Meekomen. De drogist DA is open. Blokker is open. Xenos is open. Op is op is open. Genoeg winkels open. Ja, dus dat valt me nog mee hoor. Het valt me reuze mee nog hier ook. Gisteren was het dicht allemaal en dat op maandag. Normaal gaat het op maandagmiddag om 12:00 open. Maar nu dus. Was gisteren bleef alles dicht. Hoi. Die is ook open. Het is ook een kledingzaak, maar de naam daarvan weet ik niet. Ik zie geen naam staan. Ook altijd handig. Oh, een nameless. Nee, die is in ieder geval geopend. De Combi Den Helder is ook open. Ga eens naar binnen. Ga eens even naar binnen. Vrouwtje loopt toch zo moeilijk. Niet gesloten dus. Nee. Hoe doe je dat? Nee? Nee, een heleboel winkels. Gisteren zag ik dat er een heleboel dicht waren. Gewoon de winkels blijven gewoon nog open. Oké. Ja, want in Spanje is het zo. Mag je niet meer naar buiten met je hond en dan mag je in een blokje lopen. Maar niet langer dan lang. Nee. Kom je verder zelf op straat, kun je €3000 boete. Klopt, maar hier zijn we dan niet zo ver. Nee, gelukkig niet. Hi man. Hallo. Zeg eens even tegen. Ja. Zeg even dag. Dag mevrouw. Alles goed met u? Nou, met mij wel, ja. Ik ben even aan het vloggen. Ik was niet. Ja.
Maar met mij gaat alles goed. Anderhalf meter tussenruimte, je mag elkaar geen hand schudden. Nou, ik vind het denk ik een flauwekul. Nee, dat is wel goed hoor. Ja, maar toch, we hadden een paar jaar terug die ebola griep. En dat was lang niet vol ophef, terwijl dat te erger was toen. Dat moet in korte tijd ervan af. Ja. Nou, ik zie hier, want ik zie dat jullie uitbreiding maken. Ja. Nou, maak ik nog een reclame ook voor jullie. Klasse. En ik word niet eens niet betaald ervoor. Nee. Potverdikkie. Nou, werk ze. Verkeerde kant. Achter. Ik zei achter. Achter. Achter is achterlangs. Zo. Bang van een ander persoon. Nou ja. Malle meid. Nou. Dus de winkels zijn hier gewoon verder nog open. Wat staat hier? Hier hebben we ook weer een brief op vooruit. Van een desbetreffende winkel. Aangepast openingstijden maandag tot en met zaterdag van 13 uur tot 17 uur geopend. Groet Chicago. Mooi, nou, dan weten we dat ook weer. Ja, nou ja. Weer verkeerd. Nee, Rijka. Jij loopt verkeerd. Kom, hier. Anders doe ik het zo. Zo. Jullie zien het allemaal, het is allemaal hier open, dus ik ruim jullie weer op. En ik zeg gewoon weer tot straks, want dit lopen gaat nogal heel erg moeilijk. Tot later! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ja, ik ben back af, want ik heb natuurlijk ook met één hand die rollator een stuk geduwd en dat op... Een schuine stoep die iedere keer dan weer die kant op schuin liep en dan de andere kant weer op. Daardoor heel veel pijn in mijn rug gekregen aan de rechterkant en pijn in mijn benen aan de rechterkant. Maar het was wel even gezellig, want ik had toch wel verwacht dat er meer dingen waren, gesloten winkels, et cetera, dan het geval was. Nou, en gelijk gezien bij die in de winkel, gelijk... Dat ze daar aan het verbouwen zijn, dus die winkel wordt groter. Nou, ook top voor hun. Rijka mag ze normaal gesproken niet lopen erin, maar ze was nou wel erin. Dat vond ik ook grappig. Ik denk, ik hou mooi mijn mond te zien en dat toch, ja. Maar ja, wel leuk. Daar kom ik regelmatig, dus om het een en ander te kopen als ik wat nodig heb. Korte vlog of wat dan ook. En ja, gaat allemaal top. Gaat het hun denk ik af, want anders kun je niet verbouwen aan. Nee. Nou, jullie hebben de boel ook denk ik kunnen lezen. Wat die brief van aangaat, dat op de ruiten van de winkels en bank waren geplakt. Hier en daar. Ik heb het jullie daar ook gezegd, hier en daar. Dus ja, het valt hier dus reuze mee. Ja, dus bij jullie. Laat het eens even weten hieronder. Ja, laat maar horen. Vind ik leuk hoe het bij jullie is. En voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet verder van middag. Het is nog niet eens in de namiddag, het is net half drie geweest. Dus ja, ik ga een bakje koffie maken, want ik heb dorst en ik pak een plak cake erbij. Wel lekker, ik heb tijd niet gehad, dus lekker. En dan zal ik de vlog naar YouTube brengen, want het zal allemaal klaar zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks. Doei!